Hallo, ik ben Koen. Ik ben algemeen directeur van Brussel's Jazz Orchestra. Onze VZW geniet sinds 1999 van structurele subsidies van de Vlaamse gemeenschap. Zonder die steun zouden we nooit staan waar we nu staan. Simpel. De muziek die je nu trouwens hoort komt van ons nieuwe album Two Places. Een dijk van een plaat gerealiseerd met steun van die Vlaamse gemeenschap. Ik wil met jullie graag onze zorgen delen met betrekking tot het ontwerp van een kunstendecreet dat momenteel ter stemming op tafel ligt bij de Vlaamse gemeenschap. En dit is een serieuze luide kreet tegen het decreet. Zoals het kunstendecreet er nu naar uitziet, zullen er enkel verliezers zijn. Individuele kunstenaars, organisaties, maar zeker ook de overheid, van wie we nog steeds oprecht geloven dat die een bloeiend kunstenlandschap voor ogen heeft, maar voor wie dit ontwerp totaal het tegenovergestelde resultaat als gevolg zal hebben. Met de nieuwe laag van 10-jarigen voelen we ons als structureel gesubsidieerden gesandwiched. We voelen de hete adem van de projectsubsidies en de kerninstelling, oftewel 10-jarigen. Waarom? Omdat de budgetkoek navenant niet zal groeien. Integendeel. Ik ben uiterst verwonderd dat in de plannen die op tafel liggen met geen woord gerept wordt over de beschikbare budgetten en hoe die verdeeld zullen worden over de verschillende subsidielijnen. Dan hebben we het nog niet gehad over corona. Wat er impact zal zijn van corona op die budgetten, dat staat nu al als een paal boven water. Deze realiteit wordt straal genegeerd. Nochtans zal heel onze sector en bij uitbreiding heel onze samenleving de impact van corona gedurende de hele volgende subsidieperiode voelen. Over die 10-jarigen. Niemand in de kunstensector is vragende partij voor deze nieuwe laag. Laat staan hoe dat ze momenteel ingevuld wordt. Bizar dat dit idee willens-nillens door de strot van een sector geduwd wordt. Het idee van een klantvriendelijke overheid die voeling heeft met de realiteit is heel, heel ver weg. Het eigenlijke decreet is momenteel een heel mager beestje, letterlijk en figuurlijk. Alle aspecten die er echt toe doen, worden immers bepaald in de uitvoeringsbesluiten die we vandaag nog niet kennen. Uitvoeringsbesluiten kunnen heel makkelijk aangepast worden, maar men kan ook heel makkelijk nieuwe voorwaarden opleggen. Met andere woorden, we zijn als sector totaal overgeleverd aan de willekeur en wispelturigheid van de regerende politieke kasten. Ik hoop ten stelligste dat onze beslissingsnemers onze zorgen ernstig nemen en kiezen voor een levende en bloeiende sector. En niet voor een stervende.